Ik ben kandidaat voor de stadsdeelcommissie omdat ik denk dat ik daar een heel geschikt persoon voor ben. Dus het is niet geredeneerd vanuit speerpunten. Ik heb gemerkt bij de bij gisteravond bijvoorbeeld bij de presentatie van alle kandidaten voor Centrum dat eigenlijk we allemaal dezelfde speerpunten hebben. Het gaat over Airbnb, over toerisme, over luchtvervuiling. We denken er eigenlijk allemaal hetzelfde over. Maar ik denk eigenlijk dat ik gewoon een veel geschikter persoon ben dan de meeste andere kandidaten. Nou, wat heb je te zeggen over deze prachtige Brouwersgracht? Het is de mooiste plek van Amsterdam. Nou, dat zeggen ze ook van het Amstelveld. Dat is ook waar, dat is ook waar. Dat is de ene mooiste plek van Amsterdam. Nee, dit is een prachtige buurt. En eigenlijk is er niet zo heel erg veel aan de hand hier. Er is alleen de angst dat er binnenkort heel veel aan de hand gaat zijn op het moment dat de problemen in de binnenstad zo groot worden dat ze deze kant op gaan komen. En dan hebben we het over de spreiding van toerisme, die uiteraard heel terecht is. Maar wij zitten er natuurlijk ook niet op te wachten dat hier ineens een soort koninginnendagtaferelen gaan plaatsen. Toerisme hoort bij Amsterdam. Toerisme hoort bij Amsterdam. Ik heb ook helemaal niks tegen toerisme. En om eerlijk te zijn heb ik ook niet iets tegen Airbnb in principe. Maar ik heb wel iets tegen de grootte van Airbnb op dit moment. Tegen het gebrek aan afspraken, het gebrek aan handhaving. Ik weet dat er nu een 30 dagen termijn is gesteld, maar ik vind eigenlijk dat die termijn nog wel naar beneden kan. In eerste instantie, vanuit de Pippi Langkous gedachte, ik heb dit nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Maar daar komt nog wel iets meer bij kijken, want ik heb wel degelijk ontzettend veel ervaring op het vlak van bestuurscommissies waar ik in heb gezeten. Ik heb ervaring als beleidsadviseur. Ik ben een Amsterdammer al mijn hele leven. Ik heb in heel veel buurten gewoond, altijd de politiek gevolgd. Ik heb ervaring als activist. Mijn moeder heeft altijd ontzettend gedemonstreerd. Van kinds af aan zat ik al in de gemeenteraad met een badmuts op roepen dat het Zuiderbad open moest blijven. Om er iets te noemen. Maar ik ben ook gewoon een heel weldenkend mens. Met een groot analytisch vermogen en heel pragmatisch oplossingsgericht. Maar nou is de stadsdeelcommissie is een adviserend orgaan, zwaarwegend advies. De gemeenteraad kan in principe wat jullie daar beweren gewoon naast zich neerleggen. Nou begreep ik gisteren dat zwaarwegend advies inhoudt dat ze met hele goede argumenten moeten komen als ze het naast zich neerleggen. Vond ik wel een heel frappant gegeven, want het werd dus niet als zwaarwegend advies is iets wat echt zwaar weegt en dus meegenomen moet worden beschouwd. Maar jullie moeten met goede argumenten komen. Wij moeten met goede argumenten. Nee, zij moeten met goede argumenten komen als ze ons advies niet honoreren. Maar wij moeten uiteraard met goede argumenten komen. Willen we hun overtuigen van het feit dat ons advies echt het juiste is. En de manier om dat te doen is toch, denk ik, zorgen dat je zoveel mogelijk bewoners spreekt. Zoveel mogelijk mensen spreekt in de buurten. En alle meningen die iedereen heeft, alle ervaringen die iedereen heeft, meenemen en ombuigen tot een goed advies. Waardoor je gewoon daadwerkelijk de taal spreekt van je stad. Op het moment dat je met de gemeente in gesprek gaat. We gaan nu naar het laatste staartje van de campagne. Maar je hebt natuurlijk wel weer eerder bezig geweest in de buurt. Wat weten mensen eigenlijk van die stadsdeelverkiezingen? Heel weinig. Betreurenswaardig weinig. Ik schrik daar een beetje van. Ik weet dat de beslissing om de stadsdeelcommissies in te richten zoals ze worden ingericht pas eind november is genomen. Het voorstel was toen eigenlijk om de adviescommissies te laten bevolken door buurtbewoners. Helaas is er toen een amendement aangenomen waarin ook de politieke partijen bedongen dat zij mee mogen doen. Helaas zeg ik omdat ik vrees dat het risico in gaat houden dat er toch beleid van bovenaf via die mensen van partijen in de stadsdeelcommissies gaat komen. Maar er kunnen goede mensen natuurlijk zijn. Er kunnen absoluut goede mensen zijn. Ik heb gisteren bij de kandidatenpresentaties gezien dat er in ieder geval één hele goede tussen zit. Voor de anderen weet ik dat niet helemaal zo zeker. Maar je hoorde gewoon bij die presentaties dat er van bovenaf gepraat werd via de mond van deze potentiële kandidaten. Terwijl de onafhankelijke kandidaten, zoals ik en ook een aantal anderen, praten vanuit hart voor de stad, praten vanuit hart voor de buurt.
praten namens bewoners die ze goed kennen en zoveel meer van onderaf kunnen gaan voeden wat er nodig is in deze stad. Ik vind het heel jammer dat we niet de kans krijgen om op deze manier ons te profileren, omdat er gewoon geen aandacht wordt besteed aan de stadsdeelcommissies. Maar net bij jou thuis maakte je toch een paar opmerkingen van, ja, die kandidaten van de partijen die worden toch wel zo'n beetje van boven gedirigeerd. Dat klinkt niet erg democratisch. Heb je wel vertrouwen erin? Als je daarin inkomt dat je echt iets te zeggen hebt. Iets zwaarwegends. Kijk, je kan het ook niet doen, maar dat is überhaupt een laffe optie, vind ik. Dus op het moment dat je een kans krijgt om mee te denken en te participeren, is mijn invulling daarvan gewoon doen. Gewoon zorgen dat je op die plek terechtkomt. Ik denk dat als we iets willen gaan veranderen aan het politieke stelsel, dat ook op die plek het beste kan gaan gebeuren. Want daar is toch de mogelijkheid om de contacten met de gemeenteraad te hebben, om te bouwen daaraan, om... Je ervaart hoe het is om in zo'n adviescommissie te zitten. Dus je kan daarna ook als beste erover adviseren of het wel of niet heeft gewerkt. Dus ik zie het als een ingang en een mogelijkheid om op allerlei vlakken dingen te verbeteren. Er staat hier achter mij een grote doos met flyers. Yes. De gemeente heeft 3 ton ter beschikking gesteld om deze stadsdeelverkiezingen te promoten. Jij hebt vast wel wat geld gekregen om die flyers te betalen, niet? Nee, wij hebben helemaal niks gekregen. Helemaal niks? Ik heb eerlijk gezegd geen idee of de partijen wel iets krijgen. Ik vermoed eigenlijk ook niet. Ik vermoed dat ook vanuit partijgeld gaat. Maar goed, er is partijgeld. Dat hebben wij natuurlijk niet. Nou, het is toch een prachtig initiatief om dit nou eens een beetje te steunen vanuit de stad. Ja, dat zou je denken. We hebben wel wat gekregen, hoor. Laat ik niet al te negatief doen. We hebben een campagnetraining gekregen en een presentatiecursus was er, maar toen daar ben ik niet bij geweest. Ja, wij hadden graag gezien dat geld anders was besteed. Wij zouden bijvoorbeeld heel graag een grote advertentie in het Parool plaatsen met veel onafhankelijke kandidaten. Wij zijn in zekere zin een beetje verenigd. Hoeveel kost dat? Dat kost, als je een halve pagina wil doen, rond de €6.000. Een kwart pagina kost 4. Dan heb ik het over het weekend. Door de week is iets goedkoper. Als we een banner laten plaatsen op de online verkiezingskrant, kost dat €2.000. Dat hebben we niet. We zijn met elkaar nu bezig om dat bij elkaar te verzamelen. Maar ik heb niet het idee dat ons gaat lukken. Het is gewoon te veel geld. Het kost allemaal al zoveel tijd en geld. En dan moet je ja. Het zou fijn zijn als de gemeente bijvoorbeeld zoiets zou doen nog voor ons op de valreep. Ja. Het is hier nog steeds een prachtige buurt. Met de meest schitterende, net gerenoveerde, zie ik, woonboten. Het Airbnb-probleem speelt hier toch ook wel aardig, hoor. Want het groot deel van deze boten is vrijwel permanent verhuurd. Ik moet daar niet al te harde uitspraken over doen, want het is ook niet helemaal zo, maar... Spreek je iemand daar wel eens op aan, zo'n eigenaar? Ik zie nooit eigenaren. Ik zie eigenlijk vooral grote tritse Italianen uit zo'n boot. Het lijkt wel een goocheltruc soms. Dat je denkt, hoeveel pas je er überhaupt in? Gedragen die mensen zich een beetje, qua lawaai bijvoorbeeld, qua zwerfafval? Eigenlijk valt dat hier, voor zover ik kan zien, wel mee. Is het probleem hier op de grachten in ieder geval niet zo heel groot, maar... Ik begrijp dat het verderop in de Haarlemmerstraat en de zijstraatjes van de Haarlemmerstraat wel echt een veel groter issue is. Het trekt ook veel drugstoerisme aan en daarmee dus drugsdealertjes op allerlei niveaus. Maar hier in de buurt zelf, net achter de Haarlemmerstraat, valt het eigenlijk allemaal wel mee. Maar dat willen we natuurlijk ook wel graag zo houden. Als jij straks in die stadsdeelcommissie zit, stel, hoeveel tijd wil je daar dan in gaan steken? Buiten natuurlijk de 2 vergaderingen per maand waar je naartoe gaat. Die zal je moeten voorbereiden. En ik zal zeker een dagdeel per week bezig gaan zijn met zorgen dat ik contact heb met bewoners. Met bewonerscommissies, met buurtcommissies. Om me heel goed te laten informeren. En daarnaast denk ik dat je toch ook nog wel een dagdeel, zo niet meer, bezig zal zijn met het goed lezen van de stukken. Je goed informeren op waarover de gemeente zich wil laten adviseren. Dus ik denk wel 1 of 2 dagen per week dat zal gaan kosten. We zitten hier in de oude binnenstad. Daar wonen sinds eeuwen mensen. Er willen nog steeds mensen wonen, maar dat is een probleempje. Het wordt allemaal steeds duurder. Daar heb je precies mijn grootste probleem te pakken. Een van de redenen waarom ik ook meedoe aan deze stadsdeelverkiezingen is om
omdat ik me zo stoor aan de woningspeculatie in de stad. Het is geen officieel speerpunt. Wij mogen als onafhankelijke kandidaten kiezen uit een tiental items die door de gemeente zijn bepaald waarover we mogen adviseren. Dat is heel royaal. Heel royaal. Maar het grootste probleem zit er niet bij en dat is woningspeculatie. Ik begrijp daar oprecht helemaal niks van. Ik begrijp niet dat een stad het laat gebeuren dat iets als een basisbehoefte als wonen als speculatieobject gebruikt mag worden. Ik kan daar serieus niet bij. En ik zou, als ik in die adviescommissie zit, ook dat als belangrijkste bespreekpunt willen maken. Hoe we daar als bewoners in kunnen gaan meedenken wat voor mogelijkheden er zijn om dat tegen te gaan. De stad is onbewoonbaar voor mensen met middeninkomens. De stad is onbewoonbaar voor mensen met lage inkomens. Een buurt is geen buurt meer als die niet gemengd is. Ik heb niet het vertrouwen dat het omkeerbaar is. Maar ik heb wel het idee dat als iets zo hard de verkeerde kant op gaat, dat je het kunt stoppen. Dus daar zou ik graag me sterk voor maken. Heb je op zo'n vergadering ook gezegd dat je het raar vindt dat dit punt op die agenda ontbreekt? Ik heb dat gisteren gezegd, ja. Maar degene die dan zo'n gesprek leidt, zo'n kandidatenpresentatie leidt, is niet degene die bepaalt wat de punten zijn. Je spreekt nooit met degene die, als er al een degene is natuurlijk. Die daarover gaat, maar het is een algemeen bekend gegeven. Woningspeculatie is ook niet een binnenstadprobleem, is een grootstedelijk probleem. En daarom staat het waarschijnlijk niet op de lijst van de punten die over de gebieden gaan. Omdat het een groter probleem is dan een gebiedsprobleem. Dus de gemeenteraad heeft dat eigenlijk al naar zich toe getrokken? Ik vermoed het eigenlijk wel, ja. Ik vermoed dat dat niet iets is waarover we mogen adviseren. Maar ik heb begrepen dat wij als adviescommissie ook wel degelijk zelf met onderwerpen mogen komen. En wel degelijk ongevraagd advies mogen gaan leveren. En dit zou mijn eerste ongevraagde adviespunt worden dan. Hoe benaderbaar wil je zijn? Heel benaderbaar. Ik wil absoluut, mijn hele profiel mag openbaar. Ik wil belbaar en mailbaar en aanspreekbaar zijn. Dus ik zal ook zorgen dat ik goed bereikbaar ben. Ik zal zorgen dat ik via zowel sociale media als de ouderwetse papieren media bekend raak bij de buurtbewoners, bij de centrumbewoners, zodat iedereen weet dat die mij kan bellen en te spreken kan krijgen als er dingen zijn die spelen.